First, you can take off your jacket. I can feel me. Oh. Can you give me your jacket? Oh. And do you want to sit on the couch? Where's the couch? Okay. Dus, ik postte een tijdje terug een videodagboek waarin naar voren kwam dat ik Engels aan het praten was tegen Kiki. Are you hungry? Yes. What do you want to eat? I don't know. You don't know? No. En inmiddels weet ik niet meer beter, maar ik kreeg daar wat vragen over. Van, hoezo? En toen dacht ik, misschien is het wel leuk om uit te leggen waarom ik, wij, dat doen. Mommy told me that you had a very fun afternoon at school. Is that right? What did you do? Awesome board show. Vanaf het begin waren Annemarie en ik het er wel over eens dat we Kiki in het Volendam zouden opvoeden. Nederlands leert ze wel op school. Volendams is, vinden wij uniek, een klein dorp met zo'n dialect. Dus dat was duidelijk. Maar toen we op vakantie waren en Kiki een paar maandjes oud was, zeiden we, ja, het is natuurlijk ook wel grappig of een uitdaging om een andere taal daarbij te voegen. Dus laten we gewoon proberen om Engels te praten af en toe. Dus we hadden gewoon een discussie over, ja, zou dat kunnen, zou dat lastig zijn, hoe zou je dat dan gaan doen? Zou je een dag in de week Engels gaan praten of zo en dat afspreken? En het was meer een gedachtegang dan echt een idee van, ja, dit gaan we doen. Maar ik denk 10 minuutjes na dit gesprek werden wij door een taxi opgehaald om naar een restaurant te gaan. En de chauffeur die vroeg waar we vandaan kwamen en we zeiden, we're from Holland. Oh, you speak Dutch over there, right? Yes, we do. You know what you should do? En hij zag ons zitten op de achterbank met Kiki in onze armen. You should raise her in English. En we dachten, zat jij bij ons op de kamerit of zo toen wij dit gesprek voerden? En dat was zo toevallig dat we zeiden, weet je wat? We gaan het gewoon proberen. Je kunt het altijd nog loslaten, maar laten we het gewoon eens proberen. Ik heb een ijsje gegeten. At school? What kind of flavor? Vanille. Zo'n extra taal, zo vinden wij, is namelijk gewoon een cadeautje voor de rest van het leven van het kind. En ik spreek aardig Engels. Annemarie spreekt nog veel beter Engels. Annemarie heeft op een internationale school gezeten, 7 jaar lang of zo in Spanje. Toen ze jonger was, dus die spreekt echt vloeiend perfect Engels. Ook nog een Spaans, maar goed, dat vonden we net even een stapje te ver gaan. En zo'n kind weet niet beter als die vanaf punt nul opgevoed wordt in meerdere talen. Ja, die ziet het verschil waarschijnlijk niet eens tussen de verschillende talen. Dus wij zagen daar vooral alleen maar voordelen van. Oké, do you want to play a game? Do you want to play the animal game? Do you want me to ask you the Dutch name and you repeat it in English? Yes? Okay, let's start with an easy one. Let's push in the dimples. Cat. Very good. And hondje. Dat lijkt een beetje op eentje. Want het is eentje dan? Duck. Duck. En hondje? Duck. Duck. It's almost the same. En dan is daar meteen het vraagstuk, hoe gaan we dit doen? We spreken over het algemeen Volendams thuis. Weet je wat? Spraken we af. We gaan elke dinsdag de hele dag Engels praten tegen dat kindje. Je moet je voorstellen, een baby wat helemaal nog niet praat. Een beetje een raar gevoel. Maar goed, vol goede moed gingen we ervoor. Elke dinsdag zou Engelsdag zijn.
Maar waar je tegenaan loopt, is dat je op een gegeven moment op woensdag zegt... Hey, gisteren was het dinsdag, we zijn het vergeten. En de week erop ging het weer zo. Dus toen dachten we, oké, dit moet anders. En de oplossing was dat met name ik elke dag vanaf de avond, het hele avondritueel, deed ik in het Engels. Dus ik was met haar aan het badderen in het Engels. Ik noemde het eendje The Little Duck, het verhaaltje The Bedtime Story. En haar speentje was The Pacifier en het flesje is The Bottle. En ondanks dat dat babytje nog niks terug zegt, merk je wel na een hele tijd van... Can you give me the bottle? En dan uit zichzelf pakte Kiki het flesje. Dat je denkt, oh, maar wacht even, nu begrijpt ze echt dat dat een bottle is. En dan word je zelf ook wat enthousiaster. Dus de oplossing om elke avond Engels te praten, dat werkt al een stuk beter. Het is lucht in Engels. Sky. Sky. Which color is the sky? Blue. Blue. And what else? What else is there in the sky? What's in the sky? Clouds. Clouds. And sun. The sun as well. And what else? Balloon. Sometimes a balloon. And when the cloud is very heavy, then it's going to? Rain, yes. Wat verder helpt bij zo'n beslissing om je kind in het Engels op te voeden, is dat, dat er natuurlijk duizenden filmpjes op Netflix of YouTube in het Engels te vinden zijn. Kinderfilmpjes. Dus al spelenderwijs leert ze uit zichzelf dan al heel veel. En ook leesboekjes, 's avonds met het voorlezen, de bedtime stories, zijn allemaal in het Engels te koop. Dus dat is een manier om je kind moeiteloos Engels te leren. At first they met the parrots, who perched along a walk. The parrots cackled, "Hello, manger," in cheery parrot talk. How many parrots do you see? Two. But look, what's that? Cried Nijntje. I'm sleeping. Yes, a funny little horse. A horse with stripes all over it. A zebra, yes, of course. What does a horse do? En na verloop van tijd merkte ik dat ik het ook overdag steeds vaker ging doen. Het was niet meer raar, want in het begin was het best wel gek om thuis met z'n drietjes opeens over te schakelen naar het Engels. Dat je elkaar aankijkt van ja, is dit niet een beetje een awkward situatie, maar uiteindelijk merkten we allemaal dat het onderdeel was van de manier van praten. En dan komen ook de leuke uitdagingjes erbij. Dat je een boekje erbij pakt en dat je alles aanwijst en vraagt van hoe heet dit eigenlijk in het Engels. Het is een emmer in het Engels. Die is moeilijk. Bucket. Very good. Het is een handdoek in het Engels. I'm going to dry you with a towel. Een towel, erg goed. Maar ik moet toegeven dat er nog steeds wel een soort ongemak heerst, hoor. Dat als we buitenshuis zijn en uit een soort automatisme praat ik wel eens Engels tegen haar of ik vraag iets in het Engels in het bijzijn van anderen, dan voel ik toch een soort ongemak. Terwijl ik daar scheid aan zou moeten hebben, dat weet ik ook, maar zo gaat dat toch. Dus met name binnenshuis praat ik heel veel Engels met Kiki en buitenshuis wordt het Volendams of Nederlands. Dat is ook wel grappig. Ze vertikt het om Volendams te praten. Can you put the table here? Yes, I can. Can I look the television? Do you want to watch some television? Yes. What do you want to watch? Frozen. Really? En begrijp me niet verkeerd, hè. Het is echt niet zo dat Kiki nu opeens heel goed Engels kan spreken, maar ze verstaat
alles. En daar zit voor mij een beetje de kick. Wat ons opvalt als we op reis zijn, als we op vakantie zijn en iemand vraagt haar out of the blue iets, dat ze het begrijpt en ze kan antwoord geven als iemand vraagt hoe oud ben je of waar zijn je ouders of heb je het leuk hier of wat ga je vandaag doen. Ze weet wat er wordt gezegd. En wat ik eerder al zei, Annemarie en ik spreken allebei goed Engels. Annemarie spreekt vloeiend Spaans. Wij kunnen gezamenlijk de hele wereld aan. Als je op reis bent en je kunt overal goed communicatief, lastig dat woord, uit de voeten komen. Dat is een voorsprong eigenlijk. Zo voel ik het. En dus is het een soort cadeautje voor de rest van haar leven. Tot zover deze andersoortige vlog. Misschien vond je het leuk, misschien vind je het wel allemaal overdreven en onzin. Laat dat ook vooral weten in de comments. Niet dat me dat heel erg zou raken, maar toch interessant om te weten. Misschien ben je wel geïnspireerd geraakt. Heb je kleintjes en dat je denkt, nou, grappig om ook eens zo'n experiment aan te gaan. Laat me weten en ik hoop jullie te zien bij een volgende vlog. Bedankt, doei!